Vader in de hemel, dank u wel dat we hier zo bij elkaar zijn. U bent goed en u doet goed. Heer, we prijzen u, Vader, voor elke mogelijkheid om gewoon uw woord te kunnen uitleggen en wat dingen uit uw woord te kunnen delen. Heer, ik bid u, Vader, voor een zegen. Allereerst voor het land, zegen onze regering. Vader, zegen burgemeester en wethouders van Den Haag en deze regio, Vader, met juiste beslissingen en juiste keuzes. Heer, we zegenen, Vader, alle leiders van City Life Church, Vader. En ook in het hele land, Vader, met veel vrucht, veel van de Heilige Geesten. Heer, uw visie en Vader, heel veel mensen, Heer, die ze kunnen bereiken. En weer opbouwen, herstellen, verder brengen. Heer, uw vreugde te geven. Vader, ik bid u ook voor ons, als we hier zo zitten, Heer, dat we, Vader, u mogen horen, dat we er iets aan zullen hebben. En ik bid u, Vader, we allemaal zullen groeien. Heer, dat is uw verlangen ook. En Vader, dank u wel daarvoor dat u ons daarbij wil helpen. Vader, dank u wel voor uw Heilige Geest. En dank u wel voor uw Zoon, Jezus Christus, die alles al bewerkt heeft, alles volbracht heeft aan het kruis. Heer, we prijzen uw machtige naam. Amen. Amen, lieve mensen. Goed om jullie te zien. Eerste dienst hadden we ook al mensen op het bovenin, op het balkon. En dat vind ik altijd mooi als je ziet dat het balkon vol is. Gisteravond was het hier helemaal bomvol met allemaal kinderen en zo. Maar het is goed om in zijn huis te zijn. We hebben een serie over Rooted geworteld. En ik had de derde keer dat ik daarover sprak. En nu is geloof ik de zesde of zevende keer. We hebben stel gastsprekers er tussendoor gehad. En Rooted, ik heb eigenlijk opgeschreven, de verborgen plaatsen waar God jou en mij ontwikkelt. Er zijn verborgen gebieden. Wow, ja, ik zie iedereen al nadenken. Ja, schrijf maar op, dan hoef je mij niet aan te kijken. Maar er is een plek waar God je wil ontwikkelen. En die is vaak verborgen. Dat is meestal niet zo duidelijk en zo. En daardoor groeien. Dus hier staat alleen maar groeien door. Maar het is wel de verborgen plaatsen waar God je ontwikkelt. En dan heb ik het eerste wat ik opgeschreven heb. God leidt ons in een diepere intimiteit en afhankelijkheid van hem. Zodat onze wortels verder groeien. Nou, daar hebben we al een beetje over gehad de vorige keren. Maar vooral het woord intimiteit en afhankelijk is makkelijk en belangrijk om dat wel te onthouden. Het tweede wat ik opgeschreven heb, ook vertrouwt hij ons gaven, ideeën, mogelijkheden, kansen, hulpmiddelen enzovoort toe. En daarmee kan je kan je eigenlijk een stuk stewardship. Je krijgt iets waar je mee kan dienen, waar je mee iets kan doen, dat geeft God ons eigenlijk. En het is een beetje bijzonder, want God vertrouwt het je toe, net zoals nu Os. God vertrouwt het je naartoe. Ik geloof dat we als Den Haag, als dat Erald en ik, dat we een roeping hebben om niet alleen maar Den Haag te bouwen, maar andere kerken te doen opstaan, te doen groeien en bloeien, te helpen, elkaar te helpen. Samen ben je krachtiger om gewoon een zegen te zijn in het land. En het is een stewardship, het is gekoppeld altijd aan vertrouwen. En ik denk, als je terugkijkt, als je 23 jaar geleden, toen we hier begonnen, toen was de kerk op papier 52 mensen. God vertrouwde ons 52 mensen toe. En die waren er niet eens elke zondag. Dat is nog een ander verhaal. En eentje was bezig om die heeft een bom, BOM, gebouwd, echt waar. En er was daarmee, geloof je ogen niet, geloof je oren niet, maar het is echt waar. En die was een beetje in de war, ja, dat zal wel, maar het is toch gebeurd. En weet je, die bom is niet ontploft natuurlijk, maar er zijn dingen, God vertrouwt je toe. En als je na 23 jaar nog steeds die 52 mensen zou hebben gehad, die God ons toe zou hebben vertrouwd, dan zouden we niet gegroeid zijn. Nu zie je over het hele land heb je de duizenden. God vertrouwt je dingen toe. Want dat is God. Zo is hij. Hij wil dat onze kinderen van baby niet de hele tijd maar een nieuwe luier krijgen. Na 10 jaar horen ze op school te zitten, horen ze keuzes te maken, horen ze zelf dingen te doen. Een kind blijft geen peuter, geen kleuter. Je groeit. Dat is normaal in de natuur. Dat is ook normaal voor ons. Dat we groeien en bloeien.
En dat komt door dingen. En vaak zijn we soms gewend. Een kleuter kan denken dat je heel dat achter hem of haar aan blijft lopen. Maar er komt een tijd dat het andersom is. Dat ze graag bij de ouders zijn en dat je... Ja, dat je samen met elkaar optrekt. Dat is anders dan, ik moet er heel dat achteraan lopen van... dat is, leg af wat kinderlijk is. Dat is een vorm van volwassenheid. Ik zie jullie denken, waar gaat het heen? Hè? Het heeft te maken met vertrouwen. En het gewicht wat hij ons toevertrouwt... Het gewicht, het staat zo mooi in het Engels... Maar het gewicht wat God ons toevertrouwt... Als ouders, misschien met je werk, misschien... Met je studie. Er zijn zoveel dingen wat God ons toevertrouwt. Dat gewicht, dat is steeds iets wat je denkt... Kun je dat wel? Heer, hoe nou? En Mozes zei dat ook. Mozes zei, hij kreeg de opdracht van God zelf bij die braamstruik. En hij kreeg te horen, ga naar de farao. Het eerste excuus wat hij maar kon verzinnen. Ja, maar ik kan niet praten. En dat zei hij meteen. Hij had meteen. Hij kon wel praten, hij zei het meteen tegen God, toch? Dus ik denk, man, je kan goed je woorden vinden. Maar hij zei tegen de Heer, maar de Heer was er niet van onder de indruk. Oh, hij zei, ik zal je een helper geven. Aaron. Hé, hoe vaak zeggen wij tegen God, ja, maar ik kan dit niet. Hoe vaak zeggen wij wel tegen elkaar dat we het niet kunnen? Wow, een diepe al even, hè? Jawel, kunnen we wel tegen. Ja, weet je, het gewicht wat hij ons toevertrouwt, dat maakt vaak... dat wij een oncomfortabele druk voelen. Van wow, een druk van, niet te druk, maar een druk van verantwoordelijkheid. Dat je denkt, dit is niet fijn, dit is moeilijk, dit hebben we nog niet eerder meegemaakt. Hoe moet dit nou? Je voelt je niet meer comfortabel. En dan, ik vind het mooi, Bill Johnson. Ik las hem en ik dacht, hey, dat noem ik eventjes. Hij zei, God is not interested in your comfort. He is interested in your growth. Dat is een diepe. Hij is niet geïnteresseerd of jij je wel comfortabel voelt. Dat is makkelijk. Een kind wil zich comfortabel voelen. En we hebben de opdracht ook natuurlijk om onze kinderen op te doen groeien. Niet om altijd eeuwig kleutertje te laten zijn. Weet je, ik dacht van, hij is geïnteresseerd in onze groei. En ik vind dat mooi. Comfort, waarom zou de Heer, Heilige Geest in het Engels, comfort... zeg ik, hij die ons troost. Degene die ons hulp geeft. Degene die ons wil helpen. En in het Engels is de Heilige Geest comforter. En je ziet dat de Heilige Geest wil graag ons helpen. Wil graag bij ons zijn. Wil ons verder brengen. En ik denk wel eens van, wij hebben heel gauw van, oh Heer, ja nou, het is niet zo comfortabel. Oké, dat is wel fijn voor die ander. Maar... Het is een vraag voor ons allemaal. Hoe geven wij respons? Hoe geven wij antwoord? Hoe reageren jij en ik op iets wat God van ons vraagt? Hoe reageren we daarop? Je kan denken, we hadden kunnen zeggen... 23 jaar geleden hadden Erald en ik kunnen zeggen... Nou, 52 mensen vinden we wel genoeg. Er zat zelfs eentje bij die een bom aan het maken was. Ik weet niet precies waarom en waarom, dat hebben we maar nooit gevraagd. Dachten wel eventjes, vraag aan Kees Tiemens, het klopt helemaal, dit verhaal, je gelooft het niet, maar het was wel zo. Toen al, 23 jaar geleden. Maar het feit van, je kan denken, nou hier, dat is genoeg, ik heb al genoeg aan 52 mensen. Maar de Heer wil je steeds weer iets meer toevertrouwen. Als je daar goed mee omgaat, weer meer toevertrouwen. En dat is iets wat in zijn koninkrijk gewoon is. En wij kunnen op twee manieren daarop reageren. We kunnen zeggen, als we een druk voelen, een gezonde druk. Dus niet te druk, maar een last, een gewicht, vind ik mooier. Een gewicht, staat, zeg je zo mooi in het Engels. Het kan zijn, of het is van God, of het is van de vijand. Want er komt ook dingen op je pad wat oncomfortabel is. Maar dan is het gewoon van de vijand. Hallo, er is een vijand. We kunnen dat niet negeren, we kunnen niet ontkennen. Er is een vijand die ziekte brengt. Er is een vijand die dingen doet stoppen. We hebben vandaag een feestje Os, maar we hebben ook Zwolle. En Zwolle ging niet zoals we het hadden gehoopt. Zwolle ging niet zoals we het hadden gewild. Zwolle ging niet zoals het had gemoeten. En dan denk je, oh...
En dan kan je denken van oké, we blijven nog bidden. Op dit moment zijn er zondags geen diensten daar meer. Er zijn nogal wat gesprekken hier en daar. Niemand van ons wil dat. En dan kan je denken, we hadden een gesprek met... Ik had een gesprek met Jeffrey Rachmat een paar weken geleden. En dan heb je de neiging. Oh, je moet altijd alles goed doen. Perfect doen. Heel goed doen. Als je zaait, zul je oogsten. Maar wij willen altijd toch 100% oogsten. We willen toch dat het altijd goed gaat. Dus Jeffrey zei, hij zei, als jullie nooit je roeping hadden gedaan, dan hadden jullie nooit een andere gemeente gestart of geholpen. Laat je nooit dat gedaan. Hij zei, jullie zaaien, dan moet je ook verwachten dat sommige dingen komen op en sommige dingen gaan anders. Wees blij met wat opkomt. Ik zal niks minder mijn vreugde laten roven voor ons. Het is een feest vandaag, dat zal ik niet laten roven. Maar het is jammer, van Zwolle hadden we allemaal anders gewild. En toch ga je door, want God heeft ons roeping gegeven. Voel je me even wat ik bedoel? En het is wel goed om dat over na te denken. En natuurlijk ga je over nadenken. En 3,5 jaar geleden is het eerste voorgangers-echtpaar door ziekte, door een virus in zijn hersenen, in zijn hoofd, moeten stoppen. En we hebben eigenlijk nooit meer dat kunnen vervangen. Het is zo. En je zit soms na te denken. Hoe had dat anders gekund? Ja, het is ziekte. En was dat. En soms zijn er andere dingen. Maar weet je, je gaat door met het zaaien waar God je voor geroepen heeft. En wij denken vaak in goed of fout, maar het is Grieks denken. God wil dat je met hem wandelt en met hem doorgaat. En soms moet je door moeilijkheden heen. En dat is een heel ander verhaal. En weet je, er zijn dingen van God. En dat geeft meer geloof. En het geeft ook rust. Nou, daar kom ik met een tekst aan. Iedereen denkt, wat bedoelt ze nou? Als je meer gewicht hebt, meer lasten om je heen, meer dingen. Wat bedoel je dan met meer rust? Nou, er komt dan die tekst van Marcus 4. Laten we die even met elkaar lezen. Een bekend stukje over het meer. Waar we geweest zijn met de groep in Israël. Het meer van Galilea. Oh, ik zie het nog helemaal voor me. Ik mag niks zeggen. Aan het eind van die dag, toen het al avond was geworden, zei de Heere Jezus tegen zijn discipelen: laten we het meer oversteken. Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat. En voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol met water kwam te zitten. Hey, soms vergelijken we onszelf met een boot en krijg je opeens dat er dingen tegen je aanbeuken. Dingen tegen je aankomen. Dat je opeens in een storm zit van de ene dag op de andere dag. Van het ene moment op het andere moment. Opeens is er een probleem. Opeens zijn er dingen. Ik hoop dat je bidt voor de voorgangers. We hebben in eind februari, hebben wij van dit jaar, hebben we gehad dat City Life Church Assen, de voorganger Arnoud, dat hij reed zacht op zijn motortje. Zijn motor gleed uit op het gras. Hij reed heel rustig. Er waren mensen bij, dus hij sprak de waarheid. Maar hij brak wel zijn sleutelbeen. 9 juni. Ik weet nog precies de datum, want het is bijna 6 maanden geleden. We hebben al 6 maanden allemaal gebroken botten bij ons in Huizen van de Ridder gehad. Verleden tijd. Maar brak ik mijn been. Ziekenhuis, operatie. Nou, Erald, 3 botbreuken. 2 operaties. Dan hebben we dat we moeten bidden voor Rob. Allemaal voorgangers van City Life Church. Hè? Even goed. En dan hebben we 2 weken geleden Adrie uit Den Helder. Naar het ziekenhuis en met de krukken nu. En misschien nog weer wat dingen met zijn been. Dat is niet normaal. Laat ik dat even zeggen. Iedereen uit heel Assen. Niemand uit Assen. Alleen die ene voorganger. Er is wel een vijand. Voel hem even om omstandigheden te verzwaren waardoor je een druk voelt. Waarom doet die vijand dat? De vijand probeert, ik ga zo meteen verder lezen met het stukje trouwens van Mark. De vijand probeert dat te doen opdat wij bang worden. Opdat we ons terugtrekken. Opdat we het niet meer willen doen. En de vijand geeft angst, ongeloof. Houdingen van, ik moet het zelf doen. Ik moet mijn frustratie of mijn boosheid of wat dan ook beschuldigen. De vijand probeert dat we het vleeselijk op gaan lossen. Maar er is een kant van de Heer. En met God kan je met geloof en rust. En rust, dat ga ik nog steeds uitleggen. Het oplossen. Nou, ik ga even verder over die boot. We waren nog niet helemaal klaar met die boot. En
Even het vervolg lezen. Maar de Heer Jezus lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker, die discipelen, en zeiden: Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? En toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind, bestrafte die toe en zei tegen het meer: Zwijg, wees stil. De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen: Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet? En even nu de Engelse vertaling. But Jesus said to them, why are you so fearful? Daar zegt hij gewoon het probleem. Waarom ben je zo bang? Waarom staat dat nou niet in de Nederlandse vertaling hier in dit stukje? Waarom? Gewoon, het probleem was angst. En de Heere Jezus noemt dat ook. Waarom ben je zo bang? En dan zegt hij, hoe is het dat je hebt geen geloof? Wel heel directief, hè? Wow. Nou, eventjes een dingetje. Wij zijn volgelingen van de Heer Jezus. Wij zijn zijn discipelen. Wij volgen onze Heer. Hij is de beste die je kan volgen van de hele wereld. Onze Heer Jezus Christus, de enige Zoon van God, die opgestaan is uit de dood. Klaar. Dus wij volgen onze Heer Jezus. Je mag zijn voorbeeld navolgen. Wat zegt hij nou hier? Hij heeft hier eigenlijk twee dingen. En ik vond het even een hele diepe. Van, als er een storm is in je leven, mag je slapen. Wow. Sommige mensen zeggen, ik slaap en ik doe helemaal niks meer. Nee, de Heer moet het doen. Ik doe helemaal niks meer. Nee. Je mag slapen en de Heer Jezus werd wakker. En hij stond op en in de autoriteit die hij had gekregen, bestrafte hij de storm, de wind en het meer. Wees stil. Hij loste het probleem op in de autoriteit die hij had gekregen. Wauw, jij en ik hebben dingen gekregen van God. Hebben autoriteit gekregen over je eigen leven. Over dat waar je God je gesteld heeft. Misschien als man, hoofd van een gezin. Of als moeder. Of als een vriendin. Of voor je familie op te komen. Je hebt allemaal dingen. Hé, maar wat doen we daarmee? Zorg dat je in de rust kunt zijn. Door geloof. Geloof, want omdat Jezus doet, kunnen wij het ook doen. Hoe krijg je meer geloof? Nou, meer Gods woord lezen. Elke dag, een paar minuten. Ik zou willen. Elke kip, mag ik niet zeggen. Iedereen. Allemaal zijn woord gaat lezen. Een paar minuten per dag. Om, wat dat geeft, meer geloof. En dan krijg je een stukje van, wij gaan niet bidden dat stormen weggaan. Dat de moeilijkheden weggaan. Dat de problemen weggaan. Maar je moet er doorheen komen. Wij zitten vaak in, ja, goed fout denken. In, dan krijg je, als je goed fout denkt, dan ga je ook vaak in veroordeling denken. Maar wij moeten denken, hoe kunnen wij dingen oplossen? Het modewoord van nu is natuurlijk coachen. Niet meer discipelen maken. Nee, nou, maak coach van mij. Het maakt me niet uit welk woord. Maar doe wat. Snap je even? Doe het goede. Help mensen er doorheen. Van help ze. Ik vind het zo mooi. Dat de Heer Jezus, die is met geloof en in rust, maar niet met niks doen, maar in een vertrouwen. Rust, nu bedoel ik daarmee in een diep vertrouwen in God. Oké, Heer, ik geef het aan u. Wat doet u? En tegelijkertijd het andere stuk, wat kan ik doen? En ik vind dat zo mooi. In dat stukje van die boot, dat er daar ook dat even gebruikt wordt. Nou, je kan dus in een tijd van een gewicht, van een omgeving, dat er wat gebeurt, dan kan je denken van, in angst, in bezorgdheid, in het zelf doen. Of je kan denken, Heer, ik ga vanuit uw genade, ik ga vanuit dat ik het leer van u. Nou, ik heb een paar dingen. Dus een van de dingen wat misschien helpt is één, hoop op Gods beloftes. Hij bouwt, Psalm 127 vers 1, hij bouwt het huis. Je huis, je lichaam is ook het tempel van de Heilige Geest. Dus jezelf is het huis, maar ook gewoon dit huis, jouw gezin, je familie. Er zijn dingen wat hij bouwt. En Galaten 3 vers 3 vind ik ook een hele mooie. En daar staat, bent u werkelijk zo dwaas weer op eigen krachten vertrouwen? En niet langer op de Geest? Hoe vaak vertrouwen wij op eigen kracht? Oh, ik bescherm mezelf wel. Oh, ik verdedig mezelf wel. Oh, ik laat nu wel even mijn boosheid horen. Want
Niet dat je nooit boos mag zijn, maar wel op een goede manier. Vanuit een doordachtheid en vanuit een vrede en juiste woorden. Maar even gewoon even wat dingetjes. En er staat, gewoon neem je verantwoordelijkheid op om hem te volgen. Het tweede wat ik opgeschreven heb is, God koos voor ons. God kiest voor ons. God kiest jou. God kiest mij. Hij kiest ons. En ik heb daar dat tekst van dat hij ons als kinderen heeft aangenomen. God wil allereerst niet dat wij iets doen voor hem, maar dat wij zijn kind zijn. Dat wil hij. Mooi hè? Hij wil dat we zijn kind zijn. Maar dat wij zijn kind zijn, wil hij dat onze wortels groeien om hem beter te vertrouwen. Nou, David en Gideon zijn verschillende mensen, maar David, je had koning Saul. Zelf door God gekozen om koning te zijn. Maar David mocht koning worden. Hij was maar de tweede keus. Apart. Gideon had er helemaal geen zin in. Maar eigenlijk was hij ook een tweede keus. Er was eigenlijk een stukje van, er was geen rechter daar in het land. Niemand die recht sprak. En God zocht gewoon iemand. Waarom nou David? Waarom nou een Gideon? Waarom gebruikte God bijvoorbeeld ook zijn discipelen? Die discipelen hadden grote fouten gemaakt. Op het moment dat het moeilijkste uur was, niet weglopen. Ja, wel, nee, mag wel. Ja, nee, ik kan het tegen van worship. En het moeilijkste moment, nee, niet voor mij, maar het moeilijkste moment. En ze lopen weg of ze slapen. Dan waren de drie discipelen die very, heel erg close bij de Heer Jezus waren. Maar op het moeilijkste moment, vlak voordat hij aan het kruis ging, moeilijkste moment voor de Heer Jezus. Er was geen kip die bij hem was. Hé. Toch gebruikte de Heer Jezus diezelfde discipelen, die hem zelfs verloochenden, om een hele wereld te veranderen. En weet je, kijk naar hoe iemands karakter gevormd wordt. Een Petrus die niet nadenkt en iemands oor eraf snijdt. Diezelfde Petrus wordt later zo erg gebruikt door God. Een David met overspel en moord. Wordt de koning naar Gods hart. Waarom? Omdat de wortels ontwikkeld konden worden in hun leven. Een vertrouwen, een intimiteit met God. Denk aan alle psalmen. Een vertrouwen, een afhankelijkheid. Een geloof. Om in zijn rust met hem, niet te rusten, maar in een vertrouwen met hem te zijn. Maar nog meer. 1 Korinthe 1. Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet meer veel die naar menselijk maatstaf wijs waren. Niet veel die machtig waren. Niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijze te beschamen. Hé, hallo. Je kan zeggen, ja, maar mijn achtergrond. Ja, maar ik was niet wijs. Of, maar God kan jou gebruiken. God kan mij gebruiken. Als zijn kind. En dan zegt hij, ja, maar ik heb gave talenten in je gelegd. En die mag je gebruiken. En dat is mooi. Dat is mooi. Je bent op de goede plaats als je bidt van Heer, u kan mij toch niet gebruiken? Ik voel me niet waardig. Ik voel me niet capabel. Ik voel me niet waardig voor waar u mij voor roept. Je hebt het gevoel van, Heer, kan het niet overzien. Mijn kind kan dingen ook niet overzien. Dat klopt. Maar God wil wel dat je op hem vertrouwt. En dat je niet op je onzekerheid of op je zwakheid of op je onbekwaamheid afgaat. Maar gewoon zeggen, Heer, Johannes 15 vers 16. Ga en draag vrucht. God zegt gewoon, ga en draag vrucht. Oké, Heer. We willen dat er, als we allemaal 10 mensen uitnodigen voor kerstnachtdienst. Of misschien nog meer. Dan doe je iets van, Heer, ik wil dat uw huis gevuld is. Mijn vertrouwen is in wat u doet, Heer, niet in wat ik kan. En het is ten diepste eigenlijk Gods probleem. Voor Mozes. Mozes werd geroepen. Maar ten diepste, Mozes kon zeggen, nou Heer, u roept mij, maar het is uw probleem hoor. Ik doe alleen maar wel wat u van me vraagt. Weet je, Johannes 1, vers 12 en 13. Wie
die hem wel ontving en in zijn naam geloofde, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te zijn. Niet van, ik heb je geroepen om mijn opdracht te doen. Nee, allereerst een kind van God. En als je dat bent, dan zegt de Heer, maar mijn kinderen hebben mijn DNA en er zitten dingen in je. Gebruik dat, weet je wel. En dat is mooi. Eventjes, ik kom aan het einde. En weet je, je hoeft jezelf niet te bewijzen. Van dit kan ik, dat kan ik. Zeg maar gewoon, Heer, ik kan falen. Ik hoef me niet te bewijzen wie ik ben. Maar ik weet wie ik ben. Ik ben een kind van de Allerhoogste. En daarvan uit zeg ik, Heer, ik doe mijn best voor u. Dat is mooi. Weet je, wees een goede zoon of dochter die vrucht draagt. Groei door. Omdat je weet dat je jezelf niet hoeft te bewijzen. Maar omdat je weet dat je zijn DNA hebt. Ik heb nog een ding. Even kijken, ik sla er eentje over. Ah, Psalm 61, vers 2. From the end of the earth I will cry to you. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. Als je voelt dat je overweldigd bent. Als je voelt dat het gewicht misschien op je drukt. Dan zegt de Heer hier, hey, maar ik, en dat is God dan. Ik heb een rots die hoger is dan jij. Ik kan je er bovenuit zetten. Ik kan je er bovenuit halen. Ik vind dat mooi. Ik vind dat een hele diepe. En dan sluit ik af. Ik sluit even af. Jullie mogen kiezen. Paulus, Petrus of Jacobus? Nee, je weet niet wat ik ga zeggen. Paulus. nee, dat is een andere tekst. Even kijken. 2 Korinthe 12. I delight in weaknesses. I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecution. Je mag hem ook even in het Nederlands doen. Omdat Christus mij kracht schenkt, ja, het begint weer heel anders in het Nederlands, schep ik vreugde in mijn zwakheid. En wat is dan die zwakheid? Wat is nou die zwakheid? Vaak denken we alleen aan onszelf. Maar hier staat zwakheid, beledigingen, nood, vervolging, ellende. Maar één ding, zegt Paulus hier. In mijn zwakheid ben ik sterk en verheug je. En dan denk ik, Heer, alles in mij wil moeilijkheden ontwijken. Alles in mij wil niet zwak genoemd worden. Niet, oh. Maar God zegt, verheug je. En dan de tweede is dan, want in die zwakheid, wat vaak van buitenaf op je komt, ellende, nood misschien. In die zwakheid, zegt de Heer. En dat vind ik dan zo ontzettend mooi. Ben jij sterk door mij? Door mijn kracht geef ik je kracht. Laatste, Jacobus. Geen grotere blijdschap. Hoe moet u tot grote blijdschap stemmen, broeder? Als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet, dus weer die blijdschap. Heer, ik vind het helemaal niet leuk. Ja, ze gaan het weghalen. Ik snap hem. En ik stop. En weet je. Beproevingen zul je tegenkomen. Maar één ding. Hou je vreugde daarin vast. Dank hem. Dat door diezelfde beproevingen, jij en ik, zijn kracht kunnen laten zien en zullen groeien. Groeien komt door, onder andere, hoe jij en ik door moeilijkheden heen komen. Amen. Amen. En ik ga zo meteen naar een feestje in Os. Oké.